woorden eindigen, begint de muziek. Muziek raakt mensen, emotioneert. Bij vrijwel iedere uitvaart klinkt muziek, gespeeld of gezongen. En bij live muziek komt het nog meer naar binnen. Het kan de uitvaart nog persoonlijker maken. Per jaar speel ik zo'n 2500 uitvaarten, maar naast de orgel is zoveel mogelijk. Neem nu Anna Marchak, soliste bij André Rieu. U hoorde haar. You Raise Me Up. En zij zongen vaker bij mij met een uitvaart. Een klassiek werk of een improvisatie over een geliefd lied. Veel is mogelijk. Indrukwekkend mooi muziek is dat. Deze arioso van Johann Sebastian Bach uit een van zijn cantates. Uitgevoerd door een topviolist. Ook dat is mogelijk om dat te regelen voor een uitvaartplechtigheid. We gaan nu luisteren naar een uitvoering van O Danny Boy. But when he come and prachtig lied was dat, O Danny Boy, gezongen door een bariton. Ook dat is mogelijk tijdens een uitvaartplechtigheid. Maar ook lichte muziek kan gespeeld worden, ook op orgel. Denk bijvoorbeeld aan Sting, aan zijn Fragile. Maar ook top 2000 nummer 1, Bohemian Rhapsody van Queen. Thank you.
indrukwekkend muziek dus kan zijn. Zelfs op korte termijn is heel veel te regelen, maar wel op topniveau. En dat maakt diepe indruk als de persoonlijke wensen kunnen worden vervuld door een live uitvoering. Waar woorden eindigen, begint de muziek. En dan kan het zijn dat muziek is als balsem op de wonden.